Ja, de eerste weggegooid geld van dit seizoen. Om er weer even lekker in te komen, hebben we een paar fraaie voorbeelden voor u op een rijtje gezet. We beginnen even met een makkelijke, zo een waarvan ieder kind kan zien dat het niet handig is. De gemeente Zeist heeft de Krakelingweg gereconstrueerd, waardoor het verkeer beter kon doorstromen van Austerlitz-Woudenberg naar de A28. En dat gebeurde met geld van de overheid. Maar die stelde wel één voorwaarde. Dat er wildtunnels zouden worden aangelegd voor de beschermde diersoorten die hier leven. En het gaat om één beschermde diersoort, de hazelworm. Ja, door de wildtunnels moet het leefgebied van de hazelworm groter worden. Het zijn drie wildtunnels. Daarheen, hierin de tweede en daar bij de camping een derde. Geweldig, want nu kan die hazelworm zonder de weg over te steken soortgenoten tegenkomen om zich voor te planten. En hier komt de hazelworm op zijn buik uit het bos schuifelen. Kruipt hier door de tunnelbuis tot hij plotseling zijn neus stoot. Want de tunnelbuis loopt niet door, hij kan niet verder. Hij kan niet verder? Waarom niet? Omdat de particuliere grondeigenaar geen toestemming heeft gegeven aan de gemeente om de tunnelbuis hier uit te laten komen op zijn grondgebied. Ja, en Zeist wist dat van tevoren. Maar toch is die windtunnel aangelegd, want, zei de gemeente... Als we het niet doen, dan loopt het subsidie van het ministerie mis. Er is dus willens en wetens een doodlopende wildtunnel aangelegd om subsidie te kunnen vangen. Kosten van één zo'n tunnelbuis? Zo'n 35.000 euro. Nou, dan ben ik toch wel benieuwd of u weet hoeveel hazelwormen er eigenlijk zijn in Zeist. Dat weet ik niet. Nou, ik wel. Het is onderzocht door drie bureaus. In Zeist zitten, hou u vast, dames en heren, twee hazelwormen. Twee? Een mannetje en een vrouwtje? Nou, laten we het hopen, want anders hebben we de duurste homo-ontmoetingsplaat voor hazelwormen van Nederland. Nou, we gaan tot slot naar Zwolle. Want net als in de rest van Nederland zijn er ook hier ouderen die moeite hebben met computers en tablets. U weet hoe dat soms kan gaan. Sag mal, papa, habe ich dich noch gar nicht gefragt. Wie kommst du eigentlich mit dem neuen iPad zurecht, was wir dir zum Geburtstag geschenkt haben? Gut. Mit den ganzen Apps kommst du klar? Was denn für Apps? Geh mal bitte einen Schritt zur Seite. So. Ja, nou, om dit soort taferelen te voorkomen, zijn er in Zwolle projecten met vrijwilligers die senioren met iPads vertrouwd maken. Wat mag zo'n cursus met vrijwilligers kosten? Dat kost bij de ene organisatie 10 euro per maand of 10 euro per les. Kijk, dat zijn mooie prijzen in tijden van crisis. 10 euro per les en de ouderen leren alle ins en outs van de tablets kennen. Iedereen tevreden. En dit gaat al jaren goed. Totdat wethouder Erik Dannenberg komt met een idee dat u misschien bekend in de oren zal klinken. We gaan 30 bejaarden leren omgaan met de iPad. Dus dan kunnen ze digitaal met elkaar koffie drinken. Of ze kunnen spelletjes spelen op de iPad. Ja, lekker digitaal koffie drinken en spelletjes doen. Maar die cursus hebben we toch al en die kost 10 euro per les. Ik durf het bijna niet te vragen, maar wat kost de nieuwe cursus van de ambitieuze wethouder? 87.000 euro in totaal voor 30 ouderen. Dus bijna 3.000 euro per persoon. 87.000 euro voor 30 ouderen, omdat er een hip bureau met een goed rapport op is gezet. De cursus wordt nog steeds gegeven door vrijwilligers. Heel Zwolle vindt het een raar plan, maar de wethouder had de kritiek niet zien aankomen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ervan schrik. Ik had dit niet verwacht. Ja, zoiets verwacht je ook niet. En de iPad die de cursisten bij de dure cursus gebruiken, die krijgen ze dan natuurlijk wel cadeau. Ze krijgen de iPad niet. Ze krijgen hem te leen voor 1 jaar. Ze moeten dus na dat jaar moeten ze de iPad weer teruggeven aan de organisatie. Nee, dat is lekker. Ben je als de ouderen net uit je isolement met je digitale kopje koffie, moet je je iPad weer inleveren. De Zwollenaren denken er het hunne van. Ja, dat is een grapje, denk ik. Nou, dat kan niet. Dat is te gek voor woorden. Nee, weggegooid geld als je mij vraagt. Schandalig.
echt schandalig. Nou, we hebben nog een tip voor de cursisten die hun ongenoegen willen uiten. Kent u ook zo'n geval van weggegooid geld? Ga naar kanniewaarzijn.vara.nl. Wij duiken erin.